Ik werk bij CG Power Systems als ontwerpingenieur vermogentransformatoren. Ik ontwerp het actief deel van transformatoren, dus de kern, wikkelingen en isolatiematerialen. Ons gamma gaat tot 400 kV 1000 NVA. Dat zijn trafo's met de grootte van een huis. We beginnen steeds met een nieuw blad, nieuwe uitdagingen, nieuwe specificaties. De belangrijkste parameters daar zijn spanningen en vermogens, maar ook geluid, impedanties, verliezen en afmetingen zijn belangrijke criteria. Voor het ontwerpen zelf maken we gebruik van intern ontwikkelde software, gebaseerd op de know-how en expertise van het bedrijf. Alle aspecten van het ontwerp worden gecontroleerd om te zien of ze voldoen aan alle eisen en de normen. Hiervoor is productkennis en creativiteit noodzakelijk. Als aan alle eisen is voldaan, kan het ontwerp verder worden uitgewerkt. De kuip en alle detailplans worden uitgetekend. We begeleiden de transformator ook verder in de fabriek, startende met de plans voor de leveranciers, totdat de trafo alle proeven heeft doorstaan. We kijken uit naar collega's in de volgende functies: ontwerpingenieurs, projectingenieurs, contractmanagers en meetechniekers. Ik werk hier al 3 jaar op de afdeling Systems Division. Wat wij hier realiseren zijn elektrische onderstations. Daarvan zijn er 4 types. De offshore onderstations, de mobiele, de modulaire en de conventionele onderstations. Als mechanisch projectingenieur houd ik mij bezig met verschillende projecten tegelijk. Ik geef daarbij ondersteuning aan de salesafdeling. Dat zijn de mensen die projecten proberen binnen te halen. En ik geef ook ondersteuning aan de projectleiders. Zij houden zich bezig met de uitvoering van concrete projecten. Mijn taken als ingenieur zijn heel divers. Dat gaat over de implanting, de layout, het design van de onderstations, als ook de berekeningen die daarbij aan te pas komen. Zijn er de berekeningen, sterkteberekeningen van de staalstructuren, als ook de berekeningen van de funderingen. Voorts moet ik soms ook overleg plegen met de leveranciers en met de klanten.